Breda Nu. Welkom bij mij thuis, zou ik zeggen. Normaal ben ik altijd bij iemand anders te gast, maar vandaag, ja, wat doe ik zoal in met deze dag? Wat doen we, schat? Dit is mijn man, Martijn. Hallo. Dat is mijn vrouw. Ja, nou, wij... Wat doen wij zoal? Wij drinken een glas. Ja, we zijn wel... Dit moet niet te lang duren, vind je niet? Want anders elke avond zo'n flessen doorheen. Bijna elke avond. Maar wat ging ik nou vandaag maken? Ik ben aan het koken. Ja, Perwin proeft gewoon van haar eigen keuken dit keer. En Perwin kookt en ik ben aan het werk thuis, ik werk van huis. Gaat fantastisch, hartstikke lekker rustig, eigen kamertje, prima. Ja, en ik ga lekkere pasta maken. Vandaag gekocht van die speciale spaghettini. Ja, Italië, ik bedoel, hè, Italië, I love you, Italië, Italië, Italië. Het is heel erg in het land op dit moment, maar de heerlijkste spaghetti's. Dit gaan we dus vandaag maken. Ja, mijn handen die worden helemaal schraal van het wassen. En ook als ik winkel doe, tegenwoordig heb je ook handschoentjes, doe ik ook aan. Dat moeten jullie ook doen. Ik ga dus een heerlijke pasta maken. Met een super lekkere pesto saus erbij. Dat is vanavond het menu. En wat ik dan ook straks ga maken, dat ga ik jullie ook laten zien. Ik ga een zelfgemaakte pruimentaart kijken. De pruimen heb ik gemaakt. Dus dat nee, is... gesneden. Oh ja, de pruim heb ik gesneden. Ja, die maak je niet, die pluk je ook niet. Maar die... En hier. Die koop je in de winkel. Als er natuurlijk tenminste niet te veel mensen staan te babbelen allemaal in de winkel. Nou, dan is mijn spaghetti lekker aan het koken. Oh nee, dat is de saus. En hij moet er natuurlijk wel even goed in. Dus dat is lekker. Ja, doe het er maar gewoon helemaal. Hij is al zacht. Ja, ik wil even een oproep doen aan alle luisteraars. Als je nou aan het winkelen bent, ga dan alleen, ga winkelen en ga de winkel uit. De cafés zijn dicht, maar het lijkt alsof in Breda alle winkels tegenwoordig een soort caféplek geworden zijn. Nou, zeg de supermarkten bedoel je? Ja, de restaurants, supermarkt. De supermarkten, een soort café, koffiekletsplaats is. Nou, als je nou zeker wil zijn dat we allemaal ziek worden, moet je vooral dat doen. Dus doe dat niet. Ga alleen winkelen, binnen, kopen, afrekenen. En lekker zelf koken. En oprotten. Ja, oké. Okay. Nou, dat weten we dan ook. Maar nu gaan we koken. Nou, ik ben gek op deze kaas. Dat is een soort mozzarella. Het heet burratina. Dat is echt van heerlijke volle melk gemaakt. Dat ga ik straks door mijn pesto sausje heen doen. Dit is een rode pesto saus. Dus dat komt hier doorheen en dan gaan we dat lekker in de spaghetti doen. En in de oven heb ik venkel. Ook erg lekker, verse venkel. Met knoflook en tomaten. En een heerlijke... Ja, dat is Martijn zijn favoriet venkel. Hij weet het niet eens dat ik dit... Ja, dus dat doe ik lekker in de oven, in een ovenschaal. En dat hebben we als groente erbij. Dus, nou kijken of dit... gaar is. Dit moet nog even. Je ziet het. Nou, ik neem even eerst een slokje erbij, wijn erbij. Want niks zo lekker als een glaasje wijn tijdens het koken. Nou, terwijl de venkel in de oven zit, ga ik nu mijn kruimeltaart maken. Dat is de kruimeltaart. Dat is ontzettend lekker met de pruimen. Pruimentaart. Dat is een super makkelijk recept. Dat moeten jullie echt onthouden. Je doet ongeveer een half pakje boter, roomboter. En dat moet uit de koelkast. Dus het moet harde boter zijn. En daar heb je dan 3 glazen tarwebloem. Dus echt 3 glazen. Heel simpel, je ziet het. Dit is 1. Dit is 2, al een beetje overheen, dus helemaal niet erg. Dit is 2 en dit is 3. Dus 3 van die glazen, waterglazen, doe je erbij. En dan pak je suiker, want ja, taart, suiker natuurlijk, heel veel suiker. Niet heel veel, nee. Het is 3 op 1, juist helemaal niet veel. Je hebt 3 glazen water genomen. Je hebt meel genomen en dan doe je dus 1 suiker erbij. Zie je?
Zo. En een snufje zout. Een beetje zout erbij. Klein snufje. Kijken. Ja. Klaar. En één ei. Om het geheel altijd een beetje te binden. Nou, wat je dan doet, is met twee messen gewoon de boel door elkaar husselen eigenlijk. Dan door die boter krijg je gewoon dat het aan elkaar een beetje gaat klonteren en plakken. En dat doe je dan straks zo in de oven, op een bakplaat. Super lekker is dit. Nou, nu niet, maar je zal zien. Ik zal straks, als het klaar is, laten zien aan jullie. Hoe een simpel recept. Je kan dit ook met appel maken. Nu gewoon een kilootje appels, vier appels. Klokhuis klein snijden, een beetje met kaneel. En dan in plaats van die pruimen, maar ik vind pruimen in de zomer zo ontzettend lekker. Dat is natuurlijk echt wel een beetje voorjaar, zomer. Ja, ze zijn er weer, want ik heb ze al heel lang niet gezien. Dus nu is het weer pruimtijd aan het komen. En dan is het lekker voor morgen bij de koffie. Straks misschien ook nog even bij de koffie. En, dit doe ik dan even, als er straks de venkel klaar is, gaat dit in de oven. Pak een bakplaat. Kan ik hier mooi in doen. Ik vet het wel een beetje. Zo, een beetje invetten. Mijn handen zijn schoon, want ik natuurlijk hele schone handen hebben. Altijd mijn handen wassen, veel wassen. En dan doe ik het hierin. Ik heb het even aan alle kanten ingevet. En je ziet het, dit is het resultaat. Nou, dan doen we dat erin. Nou, dat is zo makkelijk. Je hebt de meest makkelijke taart. En het is altijd een succes bij mij thuis. Als ik dit heb, iedereen vindt het zo ontzettend lekker. Ik zal het ook hier laten zien. Kijk, je ziet dat het allemaal door elkaar is. Dit is eigenlijk de bodem. Ja. Ik hou ontzettend veel van koken. Maar ja, daarom heb ik natuurlijk ook een kookprogramma. En het leuke van mijn programma vind ik, dat ik dan zelf niet kook, maar ja, Perwin proeft. Ik mag gewoon van andermans kookkunst proeven. En dat vind ik ontzettend leuk. En ook al die verhalen erbij. Zo ontzettend, iedereen is wel heel interessant en heeft een verhaal. Nou, je ziet hoeveel pruimen. Dus het wordt weer heel veel pruim hoor. Een beetje zelfs te veel, maar echt, ik hou van pruimen. En het wordt een soort jamlaag lijkt het dan. Ik doe er een beetje suiker ook overheen. Zo. Een beetje meer suiker, want pruimen zijn natuurlijk best zuur. Daarom mag je er zo twee van die schepjes suiker overheen doen. Hier is nog een gaatje, dat vul ik even. En wat ik nu doe is de overgebleven. Dat was ongeveer een derde. Doe ik er dan nu nog overheen. Dat dit een beetje de bovenkant dekt, als het ware. Niet helemaal, maar het dekt het wel. Dan krijg je straks een heel lekker korstje. Nou, hier is nog een beetje boter. Nou. Zo, dit gaat zo de oven in. Nou, simpeler kan het toch niet? Dan heb je gewoon je eigen taart, je eigen kruimeltaart. En dat vindt jong en oud lekker. Als je een feestje hebt, maak je gewoon een lekkere kruimeltaart. De meest simpele die er is. Ik haal nu mijn dit uit de oven. Oh, dit ziet er ook lekker uit, zeg. Kijk hoe ontzettend lekker dit is. Dit zijn de venkels. Die mogen, wil je die op tafel zetten, schat? Het is wel warm. Wacht, mag ik even lunch? Ah, kruimeltaart. Erg lekker. En nu gaat dit gewoon ongeveer drie kwartier in de oven op 180, 190 graden. Zo. Nou, dit is hem dan. Ziet hij er nou niet prachtig uit? De pruimentaart. Yummy, 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 yummy. Kijk eens wat mooi.
Wat we nu gaan doen, nou, de pasta heb ik gekookt. We zullen eens even lekker die burrata er doorheen doen. Burratina. Burratina Italiana. Ja, er zijn er twee. Dat is best wel veel om er twee te doen. Dus we doen er even één. Ik snij dat gewoon even met de hand. Moet hier nog wat bij? Oh, dan doe je erin. Ja, dan mag je even roeren als je wilt. Ja. Oh, dat is zo lekker. Kijk eens. Dat ziet er toch mooi uit? Er heerlijk uit. Super lekker. Nou, dat is klaar. Ontzettend lekker. Gewoon lekker grote buren pasta. Dan doen we daar lekkere saus. Kijk eens even. Wat een mooie saus dit is geworden. Nou, dan kan je wel tegenaan als je dit hebt op je bord. Nou. Oh, het ziet er lekker uit. Kijk. Heerlijk. Ga aan tafel. Pasta met burrata. Dit is een puur vegetarische maaltijd geworden. Er begint vlees bij. Nou, heerlijk schat. Lekker hè? Kom je erbij? Ja. Dus ja, zo komen wij de dagen door. Die naar buiten mogen, dan gaan we maar lekker eten. Ja, dat doen we toch al. Kom maar ook hè? Breda Nu.